Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig een zakelijk YouTube kanaal aanmaakt. Ik ga er wel vanuit dat je reeds een persoonlijk YouTube kanaal hebt aangemaakt. Heb je dat nou nog niet gedaan? Bekijk dan even mijn vorige filmpje of klik dan nu even rechtsbovenin en dan word je doorverwezen naar een video over hoe je een persoonlijk YouTube account kunt aanmaken. Om een zakelijk YouTube account aan te maken gaan we even rechtsbovenin naar het icoontje, daar klikken we op en dan zie je hier rechtsbovenin Henk de Vries, dat is het persoonlijke YouTube kanaal wat we net hebben aangemaakt en daar gaan we nu een zakelijk YouTube account aanhangen. We klikken als eerst op het tandwieltje, YouTube instellingen en dan zie je hier Henk de Vries, die is ook gekoppeld aan je Google+, en dan ga je hier onderin een nieuw kanaal maken. En je moet het eigenlijk zien zoals Facebook. Hè? Je hebt een persoonlijk Facebook, maar je hebt ook een zakelijk Facebook. En op dit moment gaan we een kanaalnaam geven voor het zakelijke YouTube-account. Ik neem even een fictieve naam. Sales Coach International. We kiezen een categorie, in dit geval een bedrijf, een fictief bedrijf. Ik ga akkoord met de voorwaarden. We klikken op gereed. En dan zie je direct, dan is hier je YouTube zakelijke kanaal aangemaakt. Dan gaan we nog een aantal details verifiëren om je kanaal verder aan te maken en te activeren. We klikken op extra functies bekijken. Dan kijk je of dat alle bolletjes even groen zijn. Hier zit een knop die bij sommigen wel of niet is ingeschakeld als inkomsten genereren. Mocht je kanaal veel views, veel bezoekers creëren, dan kun je via het advertentiemodel van YouTube extra inkomsten genereren. Die schakel je aan, mocht die nog niet aangeschakeld zijn. Verder staat alles goed. En dan is eigenlijk hiermee direct je zakelijke YouTube kanaal aangemaakt. In een van de volgende video's laat ik je zien hoe je verder je YouTube zakelijke kanaal kunt inrichten volgens de richtlijnen van YouTube. En in een andere video laat ik jullie zien hoe je je YouTube zakelijke kanaal kunt optimaliseren, zodat die beter wordt gevonden in YouTube en Google. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een zakelijk YouTube kanaal aanmaakt? Stel je vraag even hieronder en ik ga jouw vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken en ik zie jou terug bij de volgende video. Hoe ga je een YouTube account volledig inrichten volgens de richtlijnen van YouTube? Ik zie jou terug bij de volgende video, deel 6, een zakelijk YouTube kanaal inrichten. Of kijk een van de andere video's, een persoonlijk YouTube kanaal aanmaken of een persoonlijk YouTube kanaal inrichten.